Welkom allemaal, leuk jullie hier te zien. En dankjewel Cultura en zo en de bibliotheek van Noorddorp dat ik hier mag staan. Ik hoop dat het een hele gezellige avond wordt, dat je ook gelachen kan worden, dat jullie meegaan op mijn reis die ik gemaakt heb, maar die misschien ook wel een beetje ieders reis is. Want we maken allemaal een reis in je leven, of het nu ver weg is. Of gewoon in Nederland, of een reis naar binnen toe. We zijn hier allemaal op een levenspad en we zijn hier allemaal om dingen te leren. En iemand die mijn boek had gelezen, die zei: Carla, doordat ik jouw boek heb gelezen, ben ik met andere ogen naar mijn eigen leven gaan kijken. Dat vond ik eigenlijk wel een compliment. Ze zegt, ik ben gaan nadenken, wat heb ik eigenlijk geleerd tijdens mijn leven? Wat waren mijn levenslessen? Vond ik het altijd heel erg eng om presentaties te geven. Dus op de middelbare school, als we een project hadden en er moest iets gepresenteerd worden, schoof ik iemand anders naar voren. Want ik dacht, nou, dat durf ik niet, dat vind ik echt heel eng. En dat heeft heel lang zo geduurd. Op een gegeven moment zou ik voor 2,5 jaar naar Nicaragua gaan. Ik was maar een half jaar aan het voorbereiden op die cultuur, op die taal. Omdat mijn Spaans niet zo goed was, ging ik eerst naar Costa Rica en mocht ik bij een gezin inwonen. Een Costa Ricaans gezin, 2 weken, om de taal meer eigen te maken. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in de cultuur van zo'n land. Dus ik vroeg in mijn beste Spaans of ik mee mocht naar een kerk. Of ik mee mocht naar zo'n kerkdienst, want die mensen zijn daar heel erg gelovig. Nou ben ik niet gelovig opgevoed. Maar mijn Spaans was niet goed genoeg om hen dat uit te leggen. Dat ik gewoon interesse had. Zij dachten dat ik ook heel erg religieus was. Dus ze namen mij mee naar een grote stad. Met een hele grote kerk waar een familielid van hen pastoor was. Die kerk was afgeladen met honderden mensen. En ik was de enige buitenlander, de enige witte. Dus ik voelde me al helemaal niet op mijn gemak. En ik wilde eigenlijk wel een beetje zelf stoppen. En ineens hoor ik, we hebben een bezoeker, we hebben een gast, kom maar naar voren toe. En mijn gevoel was om naar achteren te stappen, van nee, dat ben ik niet. Maar het ging om mij. Dus ik mocht naar voren komen, ik mocht vooraan aan de kerk staan en al die ogen kijken mij aan. En ik begin mijn eerste zinnetjes die ik ken in het Spaans. Hè. Ik ben Carla, ik kom uit Nederland, ik ben 28 jaar. En ik ben hier om Spaans te leren. En ja, toen wist ik het eigenlijk al niet meer. Dus die pastoor die fluistert in mijn oor. Je kan ook zeggen dat je van het land houdt. Van de mensen. Dus ik zeg, nou, ik hou van Nicaragua en de Nicaraguanen. En je kon een speld horen vallen. Dat is een luister. En ik had nog steeds niet door dat ik iets verkeerd had gezegd. Met in Costa Rica. Ik voelde het echt zo erg, want ik had eigenlijk al die mensen beledigd. Die mensen uit Costa Rica en Nicaragua, die hadden een hekel aan elkaar. Dat was net als een voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland. Op dat moment hadden ze ook grensconflicten en ze hadden een hekel aan elkaar. Dus ik had eigenlijk honderden mensen op dat moment beledigd. En ik had het liefst echt een groot gat in de grond en dan wegzakken. Dat had ik echt zo graag gehad, maar ja. Dus ik droop af. En ja, wat is daar dan een levensles van? Hè? Wat kan je hier nou van leren? Maar eigenlijk was ik heel blij dat het was gebeurd. En waarom was ik blij? Nou, dit was het ergste wat mij kon overkomen als ik zou spreken in het openbaar. Dat was nou echt mijn grote angst dat ik zoveel mensen zou beledigen en dat dat vreselijk zou zijn. En toen dacht ik, nou vanaf hier, the only way is up, kan alleen maar meevallen van nu. Erger dan dit wordt het niet.